Wist jij dat er in Rotterdam een straat is die in de categorie technologische hoogstandjes de internationale wereldpers zoals The Guardian en de New York Times heeft gehaald? En dat waarschijnlijk allemaal zonder dat wij als Rotterdammers ook maar iets in de gaten hadden. Ja, in Rotterdam in het Vierhavengebied aan de Marconistraat vinden we namelijk de Labstraat. Maar wat is dat eigenlijk? Laboratorium op straat is een test- en een laboratoriumruimte waarbij wij innovaties van bedrijven hier de ruimte bieden om dat aan te leggen. Wij faciliteren dat als gemeente en de Hogeschool Rotterdam test al dat soort innovaties. Nou, we hebben onder andere een pratende prullenbak. Ja, je hoort het goed. Een pratende prullenbak. Zo, fijn hoor. Dankjewel. We hebben een ruimte waarbij we verharding hebben aangelegd, elementenverharding, waar we waterpasserende verharding testen. Maar Jaap, wat zijn dat precies? Wat het is eigenlijk dat het water door de straatstenen heen stroomt in de fundatie, waardoor het langzaam wegstroomt in de ondergrond. Het voordeel daarvan is dat we als Rotterdam mogelijk in de toekomst minder riolering hoeven aan te leggen. En hier testen we vooral op zwaar industriële wegen hoe dat dan werkt en hoe dat in de toekomst gaat verhouden eigenlijk. En voorlopig zijn ze nog wel lekker aan het experimenteren aan de Marconistraat. Ja, we hebben een exploitatie van 6 jaar. We hebben 6 jaar dit laboratorium testen. Waarbij we in dit jaar 2015 een aantal energieopwekkende panelen gaan aanleggen. Dus vanuit bewegingsenergie dat we energie leveren aan dit gebied. Waarbij we ook verlichtingen gaan aansturen. En een stukje verderop gaan we nog de waterpasserende verharding doorleggen. Dus dan gaan we de straat langer maken. We hebben 2 kilometer tot onze beschikking, dus we hebben ruimte zat om nog helemaal los te gaan. In dit gebied ligt momenteel nog maar sporadisch een fietspad. En over de Marconistraat ligt er nog geen één. Mensen moeten over de secundaire weg rijden, dus de weg aan de grote rijbaan. En wat wij gaan proberen is om niet een fietspad aan te leggen, maar om te gaan projecteren op deze straat. Zodat mensen weten waar ze moeten fietsen. Dat het niet allemaal op de rijbaan gaat, maar dat we iedereen gewoon naar die secundaire weg trekken.